proficiat met je prijs? Had je het verwacht? Ja en nee, het was natuurlijk wel een hele hype vorig jaar. Wij hadden dat eigenlijk zelf niet echt zien aankomen, maar het was leuk om mee te maken. Maar mijn collega-genomineerden waren even sterk, vond ik. Dus iedereen verdiende dit. Ja. Maar er kan er maar eentje winnen natuurlijk. Hè. Maar het is een heel mooie beloning voor al het harde werk. Want het is een programma waar onwaarschijnlijk veel werk in kruipt. Waar zeer veel mensen dag en nacht aan werken. Dus voor al die mensen is dat natuurlijk een cadeau om u tegen te zeggen. Ja. Denk je dat de tweede reeks het succes van de eerste kan evenaren? Als ik de reacties nu hoor, we zijn nog maar een paar weken bezig, dan zijn die veelbelovend. Ja. Ik zelf vind het even spannend allemaal als vorig jaar. De kandidaten zijn super. En ja, we hadden gedacht dat er misschien dat de frisheid er een beetje zou af zijn, omdat ze eigenlijk al een beetje het systeem kennen. Maar blijkt dat die droom nog even puur is en dat ze er eigenlijk ook nog allemaal niet zo goed over nagedacht hebben. Ja. Dus ja, het blijft even fantastisch om te maken en om die duo's te zien evolueren, te zien openbloeien, te zien groeien. Het is echt super. Ja. En Belgen blijven natuurlijk een Bourgondisch volk, dus die gaan al wel eens op restaurant. Jij waarschijnlijk ook. Ja. Doe je toch nog ideeën op, zo als je de reeks bekijkt, van hoe het wel moet, niet moet? Ja, onlangs nog heb ik voor het eerst eigenlijk iemand zien uitleggen hoe je nu correct een fles champagne ontkurkt. En ik moet zeggen, ik heb dat thuis al een paar keer geprobeerd. En de ene keer was het zuchtje al wat luider dan de andere keer, maar ik vond dat echt... Ja, heel boeiend om dat te weten. Ja. Oké, okay, wel, ik hoop dat de tweede reeks inderdaad even goed scoort. En misschien zien we je dan volgend jaar hier weer terug, hè, met Dank een prijs. Dankjewel.